Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deel 3 van onze training Lightburn Update naar 1.1.xx. Vergeef mij de kwaliteit van het geluid, want voor deze video moet ik echt op mijn oude laptop die aan de laser verbonden is gaan werken. En dus ga je een video daar vandaan zien. We gaan een functie zien die eigenlijk al veel langer in Lightburn zat. Desalniettemin heb ik hem nooit uitgelegd en dat ga ik nu wel doen, omdat hij prominent aanwezig is tegenwoordig op de menubalken. Dat is ook precies datgene wat er in de update gebeurd is. Je ziet hier bij mij staan ze hier middenboven, bij jou kunnen ze op een andere plek staan. Maar er zijn twee icoontjes bijgekomen, hier dat cirkeltje met dat puntje erin en dat printertje met het schaartje. Nou, de eerste die kennen we heel goed, nog niet zo heel lang geleden heb ik namelijk wat video's gemaakt over de Rotary setup. Dit is simpelweg het venster wat we daar vandaan kennen over de rotary setup. En die hoef ik hier verder niet uit te leggen, want ik heb daar een hele eigenstandige video over, waar het gaat over de calibratie van de rotary as. Deze functie overigens zit gewoon ook in een van de menus bovenin. En dat is het menu Laser Tools. En daar zien we ook die instellingen van die roterende as. Bovenin zit daar een andere hele interessante, dat is afdrukken en knippen. En dat is de tweede knop en die wil ik aan je gaan laten zien. Dat is dus, hij heet nu print en cut. Het is eigenlijk afdrukken en knippen. Dat is eigenlijk hetzelfde, dus print en cut. Je ziet, ik heb op het werkblad al een figuur gemaakt, namelijk een ster. En die ster, die gaan we gewoon even laseren op de manier zoals we dat gewend zijn. In dit geval doe ik dat met 300 mm per minuut, 85% power en 5 keer ga ik er overheen. Ik ga dat project even kaderen. Als je goed kijkt, zie je dat het lampje daarbij aan is. En ik ga gewoon starten met dat project, want het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Je ziet trouwens weer een hele leuke feature hier in Lightburn. Dat is diegene waarin jij zelf hier nog niet notities kon opmaken die je dan te zien kreeg op het moment dat je een job startte. Dat deed je bij de machine-instellingen, deed je dat. Ik druk op ja, want ik heb hem al gefocust en ik ga hem laten branden. En het is de bedoeling dat deze ster wordt uitgesneden. En dan ga ik zometeen een onvergeeflijke fout maken en wij mensen met een laser, wij gaan dit allemaal meemaken. Wat is er namelijk aan de hand? Op enig moment ga je iets uitsnijden en nou, die laser is gezellig bezig en aan het eind van het project denk je van nou, dit was het wel, hij is er nu wel door. Je stopt het hele gebeuren, je haalt het object van het printbed af en wat blijkt, hij is er toch niet doorheen gegaan. Potverdikke me. Hoe los je dat dan op? Ik zeg er gelijk bij, de truc die we gaan laten zien is een ingebouwde truc die dus in Lightburn zit, maar werkt alleen met objecten waarin ook goed definieerbare hoeken zitten. Als het namelijk een cirkel betreft of een ovaal, dan is de zijkant, de buitenkant dus die je snijdt, daar zit geen plek op die zeg maar uniek voor die plek is. En het heeft het wel als het een scherpe hoek heeft, dan heeft het een unieke plek voor die hoek. Oké, dat gaan we zo meteen zien en we gaan zelfs zien, want ik ga dat object dus van het werkbed afhalen. Ik ga het weer terugleggen in een compleet andere manier als dat ik hem eraf gehaald heb, zeg maar. En dan zullen we toch kunnen zien dat we dat project kunnen gaan redden. Nou, ik ga nu die print stopzetten. Ik doe net alsof ik klaar ben en we gaan zien dat het natuurlijk niet gelukt is. Want hij heeft nog helemaal geen 5 keer er doorheen gegaan. Dus ik zeg stop. Ik zeg ga maar terug naar je beginstand. Je bent wel klaar. En ik pak het object. En je ziet, hij is er niet doorheen. Ja? Nou had ik hem er zo op liggen, ongeveer zo. Dus ik ga hem kantelen. Zo. Ik ga hem zo met de punt naar onder. En zo lag hij volgens mij net niet. Dus ik ga hem er echt een beetje raar op leggen. Zo. Oké. Hoe gaan we dit nu redden? In Lightburn, we gaan om te beginnen kijken die hoeken. Dat zijn zeg maar dus die punten hier aan het eind of eventueel die punten hier tussen. Het is van belang dat je hoeken kiest die
die zo ver mogelijk van elkaar af liggen. Dus wat ga ik doen? Ik pak deze hier, die punt hierboven. En ik pak die punt hier beneden. En wat ik ga doen, ik ga even inzoomen op mijn bovenste punt. En wat ik nu ga doen, nou ga ik een cirkeltje pakken. Eén moment, ik moet eventjes mijn beide handen erbij hebben. Want ik wil een kleine cirkel tekenen en daarvoor moet ik de shift-toets ingedrukt houden. Zo. Hoppakee, een cirkel. Die cirkel echter, die moet ik hebben op de... op een toolpad. Dus wat doe ik? Ik ga dat cirkeltje selecteren en ik maak daar een toolpad van, in dit geval de T1. Dat kunnen we zien aan de kleur, dan is de kleurstelling die is duidelijk anders. En wat we nu gaan doen, nu ga ik dat cirkeltje selecteren en die sleep ik naar die uiterste punt toe. Zo. En als je goed ziet, dan zie je ook dat dit grijze blokje keurig over dat hoekje heen staat. Dat is 1. Vervolgens maak ik even een kopietje van dit cirkeltje. En ik ga weer uitzoomen. En ik ga nu naar dat andere punt toe wat ik wens te selecteren. Dus dat is die onderste. Dus ik ga hier naartoe. En daar ga ik weer inzoomen. En nu klik ik op plakken. Oh, ik mag weer niet. Af en toe dan is het programma een beetje weer barstig. Nu kan ik het wel doen. Plakken. Oké, gaan we inzoomen daarop. Even zorgen dat we goed kunnen mikken, want dat is heel belangrijk. In dit geval. Ik pak die cirkel. En die gaat naar dat andere hoekje. En ook die zit keurig, kijk maar, over dat hoekje. Oké. Wat we nu gaan doen, nu gaan we het eerste cirkeltje selecteren. Zo. Ik doe dat nog niet. Ik doe even iets anders. Wat ik ga doen, ik ga namelijk nu de laserkop, die ga ik bewegen, via het tabblad verplaatsen. En ik zet de afstand die die per knopdruk bewegen doet op 10 mm, dus een centimeter. Zo. En dan ga ik deze hoek ga ik proberen te selecteren in het object. Dus wat ga ik doen? Ik ga naar boven toe. En naar rechts. Dus even bewegen natuurlijk. Ik had hem ook meer kunnen geven hoor, maar... centimeter is goed te doen. Wat ik ondertussen even aanzet is de fire button, zodat ik het lampje zie. Want ik moet natuurlijk zien dat die zometeen precies op die hoek daarboven zit. En nou kom ik in de buurt. Nu verander ik die 10 mm in 1 mm. Zo. Dan ga ik eventjes kijken, want ik moet wel heel goed mikken. Zorgen dat hij precies op dat hoekje komt. Grappig is dat het lampje je daar kan helpen. Want als je het lampje heel scherp ziet, dan zit hij niet in de snede. Terwijl als je hem minder scherp ziet, zit hij wel in de snede. En nu zit hij dus in de snede. Ik ga voor de zekerheid ga ik hem nog even op een halve millimeter zetten. Want dan kan het nog zuiverder werken natuurlijk. Nou, je snapt wat de bedoeling is. Nou, hij staat eigenlijk goed. Prima. Nu selecteer ik dat cirkeltje wat ik daar gezet heb op in Lightburn. Dus dat cirkeltje wat we hier hebben, die ga ik selecteren. En nu pak ik die knop met print en cut. En ik zeg set the first target position. En je ziet dat daar een rode cirkel voor komt. Oké, nu staat hier jog to selection, geen probleem. We gaan hem weer terugzetten op 10 mm, want we gaan het tweede, hoekje gaan we naartoe. Dus ik ga weer even uitzoomen, want ik wil graag wel zien wat ik aan het doen ben. En we gaan met de jog button gaan we naar de tweede toe. En dat is deze hier. Eentje naar rechts en dan gaan we hem op een halve millimeter maar zetten. Laat ik dat maar doen. Zo. Even kijken. Hij moet naar beneden. Nog. En een beetje naar links. En nu zit hij keurig op dat punt.
En vervolgens zeg ik hier in Lightburn, set second target position. Hoppakee. Oh, ik moet eerst... Ja, dit, nou doe ik iets fout, hè. Hij zegt, you need to select a different target for the second position. Oké, logisch. Ik moet namelijk dit cirkeltje selecteren. En nu kan ik hem zetten. Vervolgens krijg ik een vraag. Wil ik die output nog schalen? Wil ik een kleiner sterretje hebben? Nee, dat wil ik niet. Wil ik wel deze ster redden? Dus ik zet hem no scaling. Hoppakee. En wat we nu zien gebeuren, is dat hier zo... aan de rechterkant bij laser nu het begin op absolute coördinaten staat en daarboven staat er ready, print and cut, unscaled. Als ik nu op start druk, gaat hij simpelweg verder waar hij zometeen gebleven was. Ik doe start, hij zegt denk aan de focus, ja dat is goed, en daar gaat hij. We gaan dit even laten uitsnijden en dan ben ik zo bij je terug om dat resultaat te laten zien. Oké, zoals je kunt zien, het is een wat ruige snede geworden vanwege de brandvlekken. Dat heeft alles te maken met het verhaal dat ik in dit geval zonder Air Assist heb gesneden. En met de Air Assist heb ik een tijdje geleden de power wat verhoogd, vandaar dat die wat verbrand is. Maar dit zou je met een schuurpapiertje heel makkelijk weg kunnen halen. Laat ik nu het object er maar afhalen na deze actie. En je zult zien dat de ster simpelweg is uitgesneden. En als ik hem omdraai, hebben we hier een perfecte ster. En dat terwijl ik het object dus gedraaid had. Ja? Dus het is te redden met een cut and print. Echter, het is wel heel erg belangrijk dat je dat alleen met objecten kunt doen waarin hoeken en dergelijke zitten. Dus ruim die echt heel duidelijk definieerbaar zijn. Want anders krijg je dat niet voor elkaar. Daarbij moet je er dus aan denken dat die punten zo ver mogelijk voor elkaar af moeten liggen. Nou, dit is eigenlijk wat ik je vandaag wilde laten zien in deze video. Eigenlijk een oude functie dus, maar die wat prominenter is geworden door de update, door hem te plaatsen op de menubalk. Overigens kan je die balk ook verslepen. Dan pak je hem aan de linkerzijkant op, dan zie je zo'n vier kruisen erover verschijnen. En kan je hem neerzetten waar je wilt. Ik laat hem waar die is. Ik vond het leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Veel plezier vandaag nog met dit mooie weer. Dag.